Als zij echt veroordeeld wordt voor geweldsdelicten, waar het dus nu wel mogelijk naar uitziet, nu ze zich moet verantwoorden voor die meervoudige kamer, dan kan het zijn dat ze last gaat krijgen om bepaalde landen, maar onder andere Amerika, maar ook bijvoorbeeld Canada in te komen. Ze heeft een dagvaarding aan haar broek hangen, samen met 6 andere verdachten in die beruchte Jumbo-zaak. Het ging helemaal mis daar op 12 februari. Toen ging het mis. De zoon van Glennis Grace liep rond in de Jumbo. Daar kreeg hij het aan de stok met een aantal vakkenvullers. Dat is helemaal misgegaan, waarna hij bebloed thuis kwam. En toen heeft Glennis besloten met haar moederhart van ja, ik ga verhaal halen. En daar is het volledig uit de hand gelopen. We hebben destijds ook ooggetuigen gesproken bij de Telegraaf. En ja, die hebben echt gezegd dat het goed misging en dat er echt geschopt en geslagen werd. Ja, ze is vervolgens opgepakt en heeft 3 nachten samen met haar zoon in de cel moeten doorbrengen. Daarna mocht ze weer naar huis. Is het eigenlijk wekenlang stilgebleven rondom haar. En tot nou, ongeveer een maand geleden kwam ze met een filmpje, een video die ze thuis had opgenomen, waarin ze zei dat ze het verkeerd had aangepakt. Allereerst wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die hier betrokken bij is geraakt. Zij zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. En dat is in dit geval wat ze dan noemen de meervoudige kamer. Dat betekent dat 3 rechters zich over deze zaak gaan buigen. Dat betekent overigens ook dat de straffen die door het Openbaar Ministerie kunnen worden geëist en door de rechtbank kunnen worden uitgesproken hoger zijn dan bijvoorbeeld bij een kantonrechter of een politierechter. Dat heeft vooral te maken met de zwaarte van de feiten waarvan zij wordt verdacht en nog een aantal medeverdachten wordt verdacht. Het Openbaar Ministerie heeft besloten eigenlijk dat die feiten te zwaar zijn om die aan een enkelvoudige kamer, dus 1 rechter, voor te leggen. En het OM wil echt dat die feiten door de rechtbank, dus door die meervoudige kamer, worden beoordeeld. Anthony, de zoon van Glennis Grace, die betrokken is in deze hele zaak, die viert vandaag zijn Sweet 16. Die is vandaag 16 jaar geworden. Ja, het is gewoon ontzettend toeval, denk ik, dat ze juist vandaag te horen krijgen wat er zich in de komende tijd allemaal gaat afspelen. En ik kan me voorstellen dat dat toch wel voor een vervelende sfeer zorgt daar in huize Batta, in huize Glennis Grace. Nou, Glennis staat vandaag ook uitgebreid stil bij de verjaardag van haar zoon. Dat doet ze in een emotioneel bericht op Instagram. Ze schrijft daarbij het volgende. Waar blijft de tijd, lieve mooie zoon van mij? Mijn trots, mijn zorg, mijn hart, mijn bloed. Niemand in de wereld die mijn liefde voor jou kan breken. Ik weet wie jij bent en ik weet dat jouw hart mooi is. Ik zal er altijd voor je zijn. Ik hou van jou. Ja, en dat terwijl er vandaag toch waarschijnlijk iets heel anders ook speelt daar in dat huis. Ik kan me voorstellen dat deze dagvaarding toch wel heel veel doet met dit gezin. De straf hangt ook nog af van het letsel en wat dus de gevolgen voor het slachtoffer zijn geweest of de slachtoffers en hoeveel financiële schade er is. Dat kan variëren van voorwaardelijke straffen. Dat kan variëren van straffen tot geldboetes tot onvoorwaardelijke straffen. En dan moet je denken aan maanden. En als iemand echt zwaar lichamelijk letsel heeft overgehouden of andere grote problemen of nadelen daarvan heeft ondervonden, dan moet je eerder aan de hoge kant van de straffen gaan denken dan de lagere straffen. Als zij echt veroordeeld wordt voor geweldsdelicten, waar het dus nu wel mogelijk naar uitziet, nu ze zich moet verantwoorden voor die meervoudige kamer, dan kan het zijn dat ze last gaat krijgen om bepaalde landen, maar onder andere Amerika, maar ook bijvoorbeeld Canada in te komen. Want je moet, als je Amerika in wil, moet je een ESTA-formulier invullen. Daarop moet je aangeven of je wel of niet met justitie aanraking bent geweest een aantal jaren terug. En als dat wel het geval is, dan krijg je niet zomaar toegang meer tot Amerika. Dan moet je een visum gaan aanvragen. Dan moet je je melden bij de ambassade of bij het consulaat. Dan word je geïnterviewd eigenlijk. En pas dan zal worden besloten of zij naar Amerika mag. Dus ze kan daar behoorlijk last van krijgen. Als vrienden vragen hoe het met me gaat, merk ik dat ik nog niet echt heb verwerkt wat er allemaal is gebeurd. Ze is gestart met haar clubtour vorige maand. Daarmee trekt ze het hele land door en daarin besteedt ze ook aandacht aan wat er gebeurd is. De intro, het eerste gedeelte van haar show, staat ook in het teken van de afgelopen maanden. Daarin biecht ze nogmaals op dat ze fout gezeten heeft. Maar ze zegt tegelijkertijd ook dat ze hoopt dat ze berecht wordt voor datgene wat ze daadwerkelijk fout heeft gedaan. Want ze vindt ook wel dat er vanuit de maatschappij af en toe te hard geschreeuwd wordt, terwijl we eigenlijk de feiten nog niet kennen. Ja, en dan is het opvallend dat ze in oktober moet voorkomen. Maar een maand daarvoor zijn de Ladies of Soul concerten in de Ziggo Dome. En
Ja, haar collega's, hè, waaronder Edcilia Romdi en Birgit Lewis, die hebben wel gezegd van ja, we willen eerst eens afwachten wat het OM uiteindelijk gaat zeggen. Dus het kan nu zijn dat zij zeggen, nou ja, dan is het misschien nog wel te vroeg voor Glennis om aan te treden daar bij die concerten. Ja, wat ze moet doen of wat ze zal doen en inmiddels misschien ook al gedaan heeft, is natuurlijk een goede advocaat zoeken. En zich goed voorbereiden op de verdediging. En wat daarin wel zal meewegen is dat ze wel publiekelijk spijt heeft betuigd. Hè. Er zijn mensen die twijfelen aan de oprechtheid van die spijt, maar dat heeft ze wel gedaan. En dan gaat het er ook nog om, heeft ze al stappen ondernomen om de slachtoffers schadeloos te stellen. Dat zijn allemaal zaken die meewegen. En een goede advocaat zal haar daar natuurlijk van op de hoogte stellen.